Dus die krijgen gelijk een dubbel pak voer. Zal ik zo even laten zien hoe ik dat doe. Want ik wil hier eigenlijk gewoon de komende 2 weken niet in kijken. Dan zitten al deze 5 ramen, nou, ik denk redelijk vol. En dan zitten we tegen april aan. En dan, dan krijgen we ook de dracht. Dus dan kunnen de voerramen eruit. Dan kan de honingkamer erop. Dat is nu allemaal nog veel te vroeg. Ik ga ze nu nog echt stimuleren om gezonde bijen op te kweken. Nou, hoe maak ik nou zo'n dubbelpak voer? Dat doe ik als volgt. Ik heb een pak normale fondant en ik heb een pak nectarpol. Waarom die 2 soorten? Gewoon omdat ik het heb. Dit kon ik goedkoop kopen. Is een prima product. Zit wat vitamine en mineralen en wat eiwitten in. En voor de rest is het voornamelijk gewoon suiker. Dat pakje geef ik als eerste. Omdat ze dat in het voorjaar het meest logisch is om ze een klein beetje te verwennen met aanvullende voedingsstoffen. Daar doe ik dan zo'n voederhulpje in. Deze voederhulpjes koop ik bij Holteman. Als je in de buurt bent, kom er een paar halen. Kosten bijna niks. Werken uitstekend. Er zijn al veel mensen die ze gehaald hebben bij me. Of besteld hebben bij de imkershop. Die heeft ze ook een poosje gehad. Ze zijn nu uitverkocht. Misschien dat ze er wel weer zijn. Ze waren rood. Nu zijn ze blauw. Het is allemaal hetzelfde. Dit voederhulpje gaat in dit voergat. Gaat in dit voergat. Daar zit nu een dop in. Dat dopje dat klik ik eruit. En in dat pakje voer zit die voederhulp. Dat voederhulp gaat er helemaal doorheen. Zie je dat? En dat betekent dat die bijen via die spleten die ertussen zitten overal bij dit voer kunnen. En het pakje niet in elkaar zakt. Wat je vaak helpt, of wat je soms hebt, is als zo'n pak fondant leeg begint te raken, dat die in elkaar zakt. En dan kunnen die bijen niet meer overal komen. Hou je altijd van die restante voer over. En soms ook wel bijen die opgesloten zitten, omdat het pakje dan in elkaar gezakt is. Nou, dan pak ik het tweede voerhulpje. Praten en werken. Het kost me altijd veel meer tijd om een volkje te bekijken als ik de camera aan heb dan zonder. Zonder doe ik het echt in minder dan 2 minuten. Met het mesje snij ik het pak open. Druk ik dus dat voerhulpje met die spleetjes in het pak. En wat ik dat doe is, in dat pak wat ik erop heb gelegd, doe ik op dezelfde plek als waar dit ding zit. Dat zit er dus zo in. Op die plek snij ik dat pak ook weer open. Zo. Dit pak snij ik dan hier op diezelfde plek weer open, omgekeerd. Dan heb ik dit voerhulpje in dit pak zitten. En dat past dan precies weer op dat gat. Een beetje induwen. En dat betekent dat als dat eerste gat doorheen zijn, dan kunnen ze in deze tweede. En het pak blijft altijd open. Dus ik heb hier nu 3,5 kilo voer op. Nou, dat is tot april meer dan genoeg. En het kastje kan weer dicht.